Waar anders zie je Ryu en Spider-Man met elkaar vechten dan in Marvel vs. Capcom? En jawel, het is zover. Marvel vs. Capcom Infinite ligt in de schappen. En Amador is mee aan de slag geweest. Een fighting game die twee werelden samenvoegt. Hoe is dat? Ja, raar. Ja, ik blijf het een rare combinatie vinden. Als iemand die niet heel vaak een fighting game speelt, en toch meer gefocust is als ik een fighting game speel, Mortal Kombat, om dan een Capcom en een Marvel te zien samenwerken. Ik weet dat de combinatie is al oud, want dit is al de zevende game. De zevende game waarin gewoon twee best wel grote partijen in één keer samenkomen om elkaar de hersenpan in te slaan. Ja. Oké, jij vindt het een beetje een aparte combinatie dan, maar hoe speelt dat? Weet je, hoe is het om samen met weet ik veel, Doctor Strange samen te vechten met een Chun-Li of zo? De mechanics van de game, dat zit wel goed in elkaar. Er zijn nog veel meer dingen wat niet goed is, dat hoor je straks. Daar komen we zo op terug. Maar het pluspunt is daar echt de mechanics. Wat ik al zei, ik ben zelf niet zo'n fighter. Maar de mechanics zijn super simpel gemaakt, waardoor je eigenlijk met een klein beetje button bash al echt bizar vette combo's kan maken. Ja, ik hoorde iets dat er een soort van auto-combo in zit voor de leken. Dus de pro's die doen het natuurlijk gewoon lekker zelf met alle knoppencombinatie. Maar als je het gewoon makkelijk wil ervaren, dan is er dus gewoon een manier dat je gewoon één knop indrukt en dan gaat de game voor jou gewoon lijpe combo's maken. Nou ja, één knop, bijvoorbeeld als je gewoon gaat slaan met blokje. En je doet dat drie keer achter elkaar en je blijft gewoon uiteindelijk een beetje dit doen. Beetje mashen. Beetje mashen, dan uiteindelijk sta je 15 combo te maken met springen en alles erop en eraan. Is wel toegankelijker dan de meeste fighting games, want laten we daar al even over hebben. Fighting games zijn nooit heel erg toegankelijk, heb ik het idee. Nee. Het is, weet je wel, soms kun je nog je een beetje verweren, maar vaak als iemand een beetje ervaring heeft, dan die walst zo over je heen. Ja, precies. Die stompt je gewoon echt. En nu heb je nog wel een beetje kans, maar gewoon degene die wel een beetje pro zijn, die maak je uiteindelijk nog steeds af. Want die weten alle combo's uit hun hoofd en dat ziet er allemaal beter uit. En natuurlijk veel sterker dan de automatische combo. Ja. Maar de gameplay is trouwens ook wel een klein beetje aangepast over die zeven delen heen. Want ze zijn van een 3v3 naar een 2v2 gegaan. 2v2 inderdaad. Ja. Je speelt dus in teams van twee inderdaad. Je bestuurt uiteindelijk maar één. Maar je kan on the fly kan je van personage verwisselen. Ja. Dus ben je met een dikke combo bezig, dan kan je uiteindelijk gewoon met één druk op de knop. En dan ineens staat een andere personage voor je en die kan die combo afmaken bijvoorbeeld, dat soort dingen. Oké, dat is best wel sick. Dus dan pak je gewoon twee helden en dan kan je gewoon lekker stompen en dan kun je gewoon elkaars combo gewoon finishen. Dat is best wel leuk. Dat is wel heel erg vet om te doen. Maar ja, wat ik al zei, buiten de mechanics om heb ik toch een beetje nare smaak overgehouden aan de game. Ja, hoezo? Waar komt dat uit voort? Nou, ten eerste de personages. Toevallig deze drie die zitten er wel allemaal in. Doctor Strange, Spider-Man en Rocket Raccoon, zonder Groot dan. Oh, oké. Okay. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Waar is Vin Diesel als je hem nodig hebt? Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dat zijn wel dingen die zijn belangrijk. Ja, nee. Maar hoe zit het dan verder met dat roster? Nou ja, heel veel X-Men mis je gewoon. Dat is gewoon jammer. Je hebt geen Wolverine. Dat is gewoon echt een grote Marvel-character. Je hebt geen Magneto. Je hebt geen Storm. Was Magneto niet een beetje de lijpste guy uit de laatste Marvel vs. Capcom? Ja, zo'n beetje wel. Ja. Dus maar dat is, volgens mij komt dat gewoon vanwege Disney, die natuurlijk nou over Marvel beslist. En die heeft natuurlijk zoiets van, oh, wij willen liever lekker op Guardians of the Galaxy focussen dan X-Men. Want is nou niet meer ons ja, precies, ding. Want ik ben de naam even vergeten, die groene van de Guardians of the Galaxy, Gamora of zoiets. Ja, Gamora. Ja, die zit er dan wel in, dus die maakt het debuut. Maar er zitten bij Capcom ook een paar personages tussen die heb ik nog nooit gezien of die zijn helemaal de vergeten uitgeraakt. Je hebt bijvoorbeeld uit mijn hoofd Spencer van Bionic Commander of zo. Oh, Bionic Commando. Dat is oldschool. Dat is heel oldschool, maar die zitten dus wel in. Dat is ook wel weer vet, maar ik denk voor juist die leken die deze kant op trekken voor misschien voor een Iron Man of zo, die hebben zoiets van wie is deze guy? Ja, hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor Frank West. Ja, precies. Ja, dus, niet iedereen kent Dead Rising. Ja, precies. Ja, die zitten dan ook tussen en dan is hij ook aan het vechten met een fotocamera in zijn hand. Het is echt super weird. Ik vind dat vet, want ik ben fan van Frank West. De oude Frank West, daar niet van. Maar goed, dat is, ga de Dead Rising 4 review lezen waarom het nu kut is, als je dat wil weten. Maar dit vind ik toch wel jammer van het roster dat dan niet het hele Marvel erin kan komen. Vooral nu dat was eerst dus wel, dat is nu gewoon uitgestript. En dat is gewoon heel jammer. Dat is echt heel jammer. En er zit natuurlijk ook een verhaal in. En die is ook een beetje je van het. Ja, het gaat erover. Hoe is het plot? Ik ben benieuwd. Ik neem aan cheesy. Het is echt heel cheesy. En ze hebben dan ook echt geprobeerd om het best wel over de top te maken. Want ze hebben dan de grote bad guy van Marvel, hebben ze dan Ultron. Ja. En de grote bad guy uit Mega Man, Sigma. Mm-hmm. Die hebben ze dan echt letterlijk gefuseerd. Het is één character geworden. Die heet dus echt Ultron Sigma. Oké. Okay. Ja, en niet alleen zij zijn gefuseerd, maar ook de werelden waar ze uitkomen. Ja, oké. Okay. Ja. En zo komen Marvel en Capcom samen. Ja, uiteindelijk wel. En
Die twee hebben dus de missie om alles te veranderen in de machine. Oké, okay. Ja, ja, klinkt een beetje als dat ene plot van die ene Avenger film of Iron Man. Maar, ja, precies. Maar dan met Capcom er doorheen. Ja. Is het leuk om het verhaal te spelen of heb je echt iets van? Er zit heel veel fillers in. De gevechten die zijn echt een paar uitzonderingen die echt leuk zijn. Maar over het algemeen, het eerste uur bijvoorbeeld, komen er allemaal van die minions, soort van Ultron minis. Die, het eerste uur ben je met 12 verschillende characters gewoon precies dezelfde vijanden aan het verslaan. Ja, dat klinkt niet echt als heel erg gevarieerd en ja, leuk of zo. Maar ja, en ze hebben ook echt hele corny samenvoegingen. Het bedrijf AIM, ik weet even niet meer van welke film dat is, ook van Marvel. En Umbrella van Resident Evil, die hebben ze dan gefuseerd en dat heet dus echt AIMbrella. Oké, okay, leuke woordspeling, maar het klinkt niet echt als enorm creatief denkwerk in de setting. Het is echt heel corny. Oké, okay. Goed. Weet je, er is een verhaalmodus, dat launched de game mee. Ik bedoel, dat had Street Fighter V niet, dus dat is een soort van vooruitgang. Het is wel beter. Maar, ik snap dan dat je dan een heleboel maartjes hebt bij deze game. Ik heb echt heel veel maartjes. Ook grafisch vind ik het tegenvallen. Grafisch had het ook op een PS3 kunnen draaien. Oh, maar ze hebben wel Chun-Li's gezicht verbeterd. Want ik weet dat het ten tijde van de E3, toen was met de Sony persconferentie, was die trailer ervan van Marvel's Capcom. En toen ging iedereen beeld over hoe Chun-Li eruit zag als een alien. En inmiddels is ze wel weer, ze kan er mee door. Ze kunnen er allemaal net mee door, maar... Ja, dat is een steltje die net niet lekker... Als het maar goed speelt, en dat is... Denk je dat dit lang gespeeld kan worden? Ook bijvoorbeeld met het oog op het competitive vlak. Is het een fighter die we straks op Evo gaan zien? Nee, dit is gewoon een fighter die even leuk is en vervolgens in de vergetelheid raakt. Daar ben ik wel van overtuigd. Okay. Het spreekt gewoon niet aan als een Mortal Kombat, als een Street Fighter, als een Tekken. Het is gewoon... Een fighter. Ja, oké. Okay. De filler fighter van het jaar. Dan, ja, eigenlijk wel. En er zijn waarschijnlijk wel heel veel fans van het franchise, want het is het zevende deel. Dus er zullen wel heel veel mensen dat gekocht hebben ooit. Ik hoop niet dat ze de special edition gekocht hebben. Ik weet niet of mensen dat hebben meegekregen. Maar de special edition werd verkocht op de webpagina als van... Je krijgt de Infinity Gems! Fuck yeah! Ja, super mooi. En dan krijg je het uiteindelijke product voor $200. En dat was dan wat? Gewoon een stel paaseieren in een doos waar je ze niet uit kan halen. Oh, dat is wel een leuk ding om te zeggen. De Infinity Stones hebben wel een heel groot... item in de game zelf. Je kan gameplay technisch? Ja, je kan ze gebruiken ook tijdens het gevecht. Oh, oké. Okay. En dat kan nog wel een beetje het gevecht spannend maken, want stel je wordt helemaal afgemaakt en je hebt uiteindelijk de meter van je Infinity Gem vol, dan kan je uiteindelijk die gebruiken en dat zorgt er wel voor dat de rollen kunnen worden omgedraaid. Je hebt bijvoorbeeld de Soul Stone volgens mij uit mijn hoofd en die kan een van je twee characters die al is overleden, die kan je zeg maar resurrecten, waardoor je weer... En elke gem heeft dan zijn eigen power-up, basically. Er was ook eentje die bijvoorbeeld waardoor je het vechtgebied van je tegenstander heel klein kan maken, waardoor die bijna niet kan bewegen, waardoor je een paar seconden helemaal... Maar dat is dan wel interessant, want je ziet tegenwoordig steeds meer van die fighters met van die comeback mechanics op de proppen komen. Dit is wel eentje die ook een beetje leuk meespeelt met de lore. Natuurlijk. Met het verhaal inderdaad, ja. Ja, de Infinity Stones zijn natuurlijk wel echt een ding, weet je wel. Ja, precies. En voor de rest, ja, wat ik al zei, het blijft gewoon wel een oké fighter, maar... Ja, goed, we gaan het zien of mensen het echt op gaan pakken en of het misschien wel competitive gespeeld gaat worden. Of dat uitbesteed blijft aan Street Fighter en Tekken en Mortal Kombat. En binnenkort Dragon Ball Fighters, fuck yeah! Ja. Daar heb ik dan ook wel zin in, maar goed. Fighters, Marvel vs. Capcom is er een. Dat is de bottom line. Ja, het is een fighter, maar daar is denk ik ook alles mee gezegd dan. Het is een fighter en hij doet wat hij moet doen, alleen het is... Er zit gewoon weinig inspiratie achter. Dat idee heb ik vooral een beetje met deze game. Dat is jammer. Dan heb je twee grote IP's met te weinig inspiratie onder iets. Oké, goed. Nou ja, misschien een beetje een meevallertje. Wil je meer weten over alles ging zo goed. Het ging zo goed, maar dat maakt niet uit. Wil je meer weten over Marvel's Capcom Infinite? Ga uit absoluut de geschreven review lezen van Amador, want die staat inmiddels ook op de website. En ja, ik kan je niet anders dan te bedanken, Amador, voor het mededelen met hoe Marvel's Capcom een beetje een mediocre fighter is. En bedankt voor het kijken. Dat is wat we doen. Binnenkort meer op Gamersnet.